Ja, we hebben die motie ingediend in de motiemarkt. En we zijn erg blij dat op dit moment toch de keuze is gemaakt om variant 1 en variant 2 verder uit te zoeken. De ene variant is dus ondergronds vanaf schakelstation Tusveld tot en met schakelstation de Mosterpot aan de Wiense Straat. De tweede variant zou alleen een 3 kilometer binnen in de stad zijn. Dus daar zou het buitengebied totaal niet van mee kunnen profiteren. Dat betekent het onder de grond leggen van wat nu bovengronds door onze stad loopt aan hoogspanningsleidingen. Om eigenlijk bij de raad op te halen van hoe zitten jullie in de wedstrijd? Gaan we een onderzoek doen om te kijken of het haalbaar is om het onder de grond te brengen? Of gaan we dat niet doen? De uitkomsten van de avond waren eigenlijk zodanig eensluidend, hè, dat zo'n haalbaarheidsonderzoek er wat de raad betreft moet gaan komen. Dus daar ga ik mee aan de slag, hè, om te kijken of ik daar ook de middelen voor kan vrijspelen om ook daadwerkelijk op korte termijn daar opdracht voor te geven. Precies, daar is een haalbaarheidsonderzoek. Daar halen ze de kosten uit per kilometer, maar ook de opbrengsten die gehaald worden uit gronden die als bouwgrond bijvoorbeeld verkocht kunnen worden. Dus wat dat betreft is er hoop voor de meest ideale optie, optie 1, dat er dan het maximale aan gelden terugkomt van gronden die als bouwgrond verkocht mogen worden. Want je zou aan de ene kant kunnen zeggen, ja, die eerste variant, hè, waarbij het helemaal buiten de stad om onder de grond gaat, ja, dat kan hartstikke mooi zijn. Maar ik wil graag dat haalbaarheidsonderzoek afwachten, omdat in dat haalbaarheidsonderzoek ook naar voren komt van wat zijn nou de kansen met de vrij te komen gronden. Ik woon vlakbij het transformatorstation op het Tusveld. Echter, dit traject betreft niet het traject waar ik onder woon. Ik woon dus vlakbij het station Tusveld, het schakelstation, maar dan ongeveer 200 meter richting Hengelo. Dat betekent dus die lijnen die zullen nog vele jaren daar blijven hangen. En die hebben dus niets met dit project te maken. Het gaat puur vanaf het hoogspanningsstation Tusveld tot aan het hoogspanningsschakelstation de Mosterpot. Ja. Dus we hopen dat er voldoende geld kan vrijkomen voor die optie 1. Dan zou de hele stad en het buitengebied zouden van kunnen genieten. De hoogspanningsmasten in Nerisbos die zijn dan voorbij. En dat maakt de natuur ook rondom Almelo natuurlijk een stuk mooier.